Hele goede avond, welkom bij Ter Zake. Volgens de premier is de zaak Labib gesloten, volgens sommige regeringspartners niet. De minister van Buitenlandse Zaken zorgt voor verdeeldheid in Vivaldi. Spermadonor Jonathan Meijer doet voor het eerst zijn verhaal bij Ter Zake. Hij verwekte ook in België meer kinderen dan tot nu werd aangenomen en toegestaan. Het zijn voor mij geen nummertjes, het zijn echt allemaal individuen. Dus ik loop niet de hele dag rond met, oh, in dat land heb ik zoveel kinderen lopen of zo. Dat is voor mij geen, dat is voor mij, het is iets van emotie wat ik... En hij was lang persona non grata in de VS, maar deze dagen is de Indiaanse premier Modi eregast in Amerika. Welke belangen zijn daarmee gemoeid? Het is donderdag 22 juni, dit is Ter Zake. De verontwaardiging over de houding van minister van Buitenlandse Zaken Labib is nog niet gaan liggen. Haar scherpste critici vinden dat ze het parlement heeft voorgelogen en de eer aan zichzelf moet houden. Anderen verwachten expliciete verontschuldigingen. De premier nam het vanmiddag in het parlement op voor zijn minister, maar hij kon niet overtuigen. Pieter-Jan de Smet, de minister zelf was er niet, hè? Hoe komt dat? Nee, dat klopt. De premier heeft het allemaal uitgelegd deze namiddag. En opvallend, hij verdedigde eigenlijk ook wel dat de Iraanse delegatie hier aanwezig was. We gaan eens kijken wat daarover is gezegd. De slachter van Teheran is met zijn delegatie welkom. Naast dweil van de wetstraat, ook dweil van Iran, liever dan een diplomatieke rel te hebben met een schurkenstaat dat landgenoten foltert, waar homo's van gebouwen gegooid worden, waar vrouwen doodgeranseld worden als ze geen niqab dragen. Zorg dat liegende Labib opstapt en haar verantwoordelijkheid neemt. Want het zou wel heel straf zijn als iemand die daar niet thuis hoorde, weggeraakt uit een Iraanse cel, maar iemand die er niet thuis hoort, niet weggeraakt uit een federale regering. In internationale relaties kan u perfect iemand uitnodigen zonder dat u het eens bent met die persoon, zonder dat die persoon legitimeert. Een minister van Buitenlandse Zaken op dagelijkse basis is in gesprek met mensen die een ganz andere visie hebben over de wereld. De enige manier waarop men invloed uitoefent, dat is door dat gesprek te hebben. En een land als België, met Brussel als hoofdstad, is nu eenmaal een plaats die mensen samenbrengt. Mensen samenbrengen is geen legitimatie. U verdedigt dit beleid. U hebt u nog eens een keer een stap verder gezet dan gisteren. En u zegt, men is hier welkom. En wat u eigenlijk gezegd hebt, de mensen die in Teheran hun slachters in de ogen hebben gezien, als die omwille van hun veiligheid naar dit land komen, dan zullen ze die slachtoffers in Brussel terug in de ogen moeten zien door uw beleid. Zij zullen ook in Brussel niet veilig zijn. Ja, een zwaar verontwaardigde Peter Drover van N-VA. In zijn rangen zit ook wel Taria Safai natuurlijk. Zij is gevlucht uit Iran en onlangs, wanneer ze aan het demonstreren was in Brussel, aan het manifesteren, is ze ook gefilmd door een delegatie. Ze heeft dat al zeer bedreigend ervaren en dat wordt toch ook wel allemaal opgepikt aan de Franstalige kant. We kijken naar een fragment ook van RTBF, onze collega's. Donne les ordres s'appelle Abdol Motar Mohamad Kani. C'est le porte-parole du maire de Téhéran. Il fait partie de la délégation autorisée à venir à Bruxelles. De retour en Iran, il fait son rapport contre les opposants iraniens, basé en Belgique. Nous avons constaté une nouvelle vague d'attaques de groupuscules portés par une femme d'origine iranienne et membre du Parlement belge, et qui, durant l'année écoulée, s'est investie contre nos intérêts. Ja, Pieter-Jan, hoe moet het nu verder? Want die motie van N-VA, oppositiepartij, tegen minister Labib, die is nog niet behandeld of verworpen zelfs. Zeker niet. Ja, de meerderheidspartijen hebben die eigenlijk nog niet verworpen. En er is echt wel verdeeldheid binnen de regering. Het loopt heel moeilijk, ook achter de schermen. En dan was er toch wel een merkwaardig politiek manoeuvre van premier De Croo. Hij zei dat met de commissie gisteren het incident gesloten was. Maar ja, dat is wel heel slecht onthaald, vooral binnen zijn eigen meerderheidsrangen. We kijken nog eens naar enkele fragmenten. We zien ook bijvoorbeeld dat hij bijzonder weinig applaus kreeg vanuit de meerderheid. We luisteren naar premier De Croo.
incident is wel gesloten. Er waren twee interpellaties en het incident is wel gesloten. Als het parlement daar verder... De eerste minister heeft zo net gezegd, het incident is gesloten. Dat is het voor ons niet. Wij hebben heel duidelijk gezegd na de commissie gisteravond dat de minister onwaarheden heeft verteld en dat wij verwachten dat die worden rechtgezet. In het parlement is dat het minste, dat er niet wordt gelogen. Ja, Pieter Jan, de zaak is dus niet gesloten, afgaand op wat Melissa de Prater van Vooruit zegt, fractieleider. Daar, hoe kan dit dan nu aflopen of hoe moet dit aflopen voor minister Labib? Wel, bij MR zijn ze niet van plan om Labib te laten vallen. Je moet goed weten, zij is bijzonder populair in Franstalig België. En binnen MR leeft het gevoel dat de linkse partijen heel hard inbeuken op haar, omdat ze wat een zachter imago heeft en dat ze vreest dat ze ook met stemmen van de linkse partijen zou kunnen gaan lopen. Dus meteen zal daar niet heel veel beweging komen van MR. Georges-Louis Boucher had aanvankelijk geen tijd voor de interview. Hij was vanavond bij RTBF. Dat maakt ook dat we hier zijn. We hebben kort een reactie wanneer hij hier vanavond aankwam. Goedenavond, meneer Boucher. U bent duidelijk, mevrouw Labib zal geen ontslag nemen. Ik doe alleen aan RTBF. Maar zal zij ons... Ze répondra toutes les questions. Ja, en waarom niet met de Nederlandstalige televisie? Het is een federale minister, meneer Boucher. Zal zij ontslag nemen, ja of nee? Écoutez, Adjel Habib a totalement la confiance du mouvement réformateur. Elle n'a pas commis de faute. Et donc, nous aimerions qu'on puisse reparler le plus rapidement possible des sujets qui intéressent la population, la réforme fiscale, l'accord avec Engie, les questions relatives à la réforme des pensions. Ja, dat zijn andere onderwerpen. Er is natuurlijk wel wat gebeurd. De meerderheidspartijen vragen ook excuses of een knieval. Bent u daar toe bereid of ligt dat heel moeilijk? Écoutez, à un moment, il faudra préciser sur quel sujet on demande des excuses, mais pour le moment, on a pu voir qu'il n'y a pas eu de faute, la procédure a été respectée. Après, vous savez, on peut toujours avoir des commentaires et nous sommes ouverts. Certains partis ont dit qu'ils avaient encore des questions. Eh bien, on suit bien sûr le principe démocratique. Donc, il y aura une nouvelle commission organisée. Knieval is misschien wel mogelijk. Oui, et Adjel Habib a montré qu'elle était tout à fait à la disposition des parlementaires. Elle est restée plus de 4 heures en séance du Parlement. Il y aura une nouvelle commission dans le courant de la semaine prochaine. Et donc, à partir de là, c'est un travail parlementaire normal. Mais je pense que ça doit rester sur le fond et ne pas déborder sur d'autres considérations. Als we naar de fond kijken, u zegt, ja, geen fouten gemaakt. Mevrouw Labib heeft eerder met een haarlok gezwaaid in het parlement tegen het Iraanse regime. En nu zijn die mensen hier ontvangen met open armen. Hoe kan zoiets eigenlijk? Hoe geloofwaardig is dat ook voor een liberaal? Je trouve qu'on essaye quand même fortement de travestir la réalité. Adjel Habib a été très clair. Il y a une invitation qui est faite au départ. Zij heeft de visa goedgekeurd. Zij en alleen zij. Mais monsieur, si demain vous m'invitez à manger chez vous, ok, et que pour ça j'ai besoin d'un visa, le point de départ c'est quand même que vous m'avez invité à manger chez vous. Donc il faut quand même de bon compte. La première étape c'est l'invitation. Quand l'invitation est lancée, il est diplomatiquement et politiquement très difficile, pour pas dire impossible, de refuser. Pourquoi? Parce qu'un gouvernement belge a envoyé une invitation et derrière, un autre gouvernement belge devrait fermer la porte. Ça n'est pas très crédible sur le plan diplomatique. Et donc, moi, je ne suis pas ici pour épiloguer sur la question de l'invitation. Je pense qu'on a beaucoup débattu de cela. Mais je veux que tout le monde reprenne la bonne chronologie des événements. Je rappelle par ailleurs... Slotvraagje, want u praat over de chronologie. In het parlement heeft zij gezegd dat ze ja, die visa gegeven heeft, ook na een oordeel van het OCAT. Maar het OCAT, dat was de dag nadien. Waarom heeft ze de waarheid niet verteld? In het parlement. Alors hier, Adjel Habib a repris la chronologie parfaite. Elle a donc indiqué que l'avis de l'OCAM était intervenu le 9 juin. Mais de toute façon, l'avis de l'OCAM n'a strictement rien à voir dans la délivrance de visa, puisque l'OCAM doit normalement vérifier la sécurité de l'événement. Et donc, c'est la sûreté de l'événement. De feiten initieel niet correct weergegeven chronologisch. Ce n'est pas exact. Vous reprenez son propos. Elle a évoqué tous les éléments qui ont permis justement d'amener une décision. Dedans, c'est vrai qu'elle avait mis l'OCAM. Et donc, il peut y avoir une incompréhension par rapport à cela, mais il n'y a certainement pas eu la volonté de cacher quoi que ce soit, puisqu'elle l'a dit juste après. Donc voilà, la précision a été faite. Bien évidemment, on ne peut pas dire la même chose pendant 4 heures que pendant 5 minutes, mais les choses ont été très claires, et d'ailleurs, tous les parlementaires ont eu tous les documents qui confirment la version d'Adjel Habib, donc elle a toujours dit la vérité. Après, peut-être que certains ont eu des perceptions différentes, et donc voilà, il faut s'en expliquer dans un esprit démocratique et dans l'apaisement. Claude, une RTBF, gaan. Dank u wel. Ja, Boucher zegt open te staan om nog uitleg te geven. We zullen zien wanneer Hajla
Labib naar de Kamer komt, hoe dat allemaal gaat aflopen en hoe deze crisis voor de regering finaal zal eindigen. We zijn bijzonder benieuwd. Ja, bedankt alweer voor je tegen de klok werk, Pieter Jan de Smet. Dat kostte een paar ondertitels, maar daar zal de kijker zeker begrip voor hebben. Meneer Boucher benadrukt het belang van het feit dat de uitnodiging eigenlijk al vertrokken was en dat ze niet anders kon dan visa uitreiken. En dat er inderdaad een vergissing plaatsvond, min of meer, in het weergeven van de chronologie. Maar dat is volgens hem rechtgezet. Tot daar dit politieke hoofdstuk. In april onthulde ter zake dat Jonathan Meijer ook in België sperma gedoneerd had. Nu blijkt dat hij 35 kinderen verwekte in België bij vrouwen die hij via het internet ontmoette. Veel meer dan aanvankelijk gedacht. In Nederland had Meijer als spermadonor tot 550 kinderen helpen verwekken. Daar is hij voor veroordeeld. Hij mag geen sperma meer doneren. Onterecht, vindt hij, en dat wilde hij zelf uitleggen. Lauke van den Driessen interviewde hem. Hij komt heel spontaan over, gewoon, vlot. Ja, ik kan het goed uitleggen. Ik heb gegoogeld, op het internet gezocht en ja, eigenlijk niets gevonden dat raar of verontrustend was. Dit was ter zake eind april. Een Vlaamse alleenstaande moeder getuigt anoniem over hoe een Nederlandse spermadonor, Jonathan Meijer, haar misleidde. Hij bleek uiteindelijk 550 kinderen te hebben. En had je hem gevraagd of hij dat al eerder had gedaan? Dat heb ik hem ook gevraagd, ja. Hij sprak toen van ja, een tiental kinderen. Dus op de vraag wanneer dat hij daarmee zou stoppen, antwoordde hij ja, de limiet in Nederland is 25, dus dat hij zich ja, daaraan zou houden. Maar dat deed hij dus niet. Jonathan Meijer werd veroordeeld en mag niet meer doneren op straffen van een dwangsom van 100.000 euro per overtreding. Vandaag zegt hij zichzelf te willen verdedigen en stelt hij dat hij ook in België veel meer kinderen verwekte dan aanvankelijk gedacht. Niet één of twee, maar 35. Ja, zo ongeveer. Ja, ja, ja. De kinderen zijn uit liefde ontstaan. Het zijn voor mij geen getalletjes. Dus ik loop niet de hele dag rond met oh, in dat land heb ik zoveel kinderen lopen of zo. Dat is voor mij geen. Dat is voor mij, het is iets van emotie. Wat ik als ik aan de kinderen denk, zeg maar. Ja, het zijn voor mensen. Wensouders, voor de wensouders is dat net wel heel relevant, hè? Dat het er zoveel zijn. Ja, klopt. Dat is belangrijk. Maar ook zij leven natuurlijk niet de hele dag. Ze kijken naar hun kind, kijken ze natuurlijk niet, ook niet als een nummer. Het is gewoon voor hun. Een stukje liefde in hun leven. Jonathan Meijer lijkt niet te snappen of te willen erkennen hoezeer veel wensouders zich bedrogen voelen. Hij loog consequent over het aantal kinderen dat hij eerder al had verwekt. Ja. Waarom heeft u dat gedaan? Ja, dat is een goede vraag. Het zijn meerdere elementen aan. Enerzijds. Bescherm jezelf. Maar het is geen detail natuurlijk. Die vrouw ja, krijgt een kind met u. Heeft ze dan geen recht op eerlijke informatie over het aantal halfbroers of halfzussen dat er ja, al zijn? Ja, zeker. Nou ja, maar ik zeg ook liegen, dat is ook niet goed geweest. Dat had ik ook wel. Ik heb zeker dingen anders moeten doen. Daar ben ik het mee eens. Nadat het schandaal losbarstte, was de vertrouwensbreuk bij sommige wensouders zo groot dat ze alle contact met Meijer beëindigden. Ik hou wel natuurlijk contact met het kind. Die kan te tijd ook van de boze ouders, die ondankbaar zijn, die kinderen mogen later toch bij mij gewoon langskomen. Die zullen gewoon volledig met liefde ontvangen worden. Dus ja. Ondankbaar, zegt u. Ja, ondankbaar. Is men ja. U dankbaarheid verschuldigd dan? Nou, ik vind dat als je duizenden uren je in liefdadigheid doet, nou, vind maar eens iemand die, ik weet niet, ik wil niet per se de kijkers waar, maar zijn er mensen bereid om zoveel uren liefdadigheid te steken om anderen te helpen met een kinderwens? Al in 2017 kwam Jonathan Meijer in Nederland op een zwarte lijst terecht, omdat hij zich daar niet aan het wettelijke maximum van 25 kinderen hield. Te veel kinderen van éénzelfde donor vergroot het risico op inteelt. Maar Meijer bleef gewoon verder doen en doneerde nu bij vrouwen thuis en ook bij buitenlandse commerciële spermabanken, zoals het Deense Cryos. Weet u of dat het zaad van Jonathan via de buitenlandse spermabank Cryos in Belgische ziekenhuizen is terechtgekomen en dat daar
donorkinderen mee zijn verwekt? Want die vraag is tot op heden niet beantwoord. Wij gaan om te beginnen alle Belgische fertiliteitscentra bevragen om te weten gewoon, heeft deze man misschien rechtstreeks sperma gedoneerd? En we gaan ook verdere contacten leggen met private spermabanken zoals Cryos, maar eigenlijk met een nog bredere doelstelling. We komen daar misschien straks op. Namelijk het breder bewaken van heel dit verhaal. Inderdaad. Intussen is de bevraging bij Cryos en de Belgische fertiliteitscentra rond. Jonathan Meijer zou als anonieme donor gebruikt zijn bij 4 inseminaties. Het is niet duidelijk hoeveel kinderen daaruit zijn voortgekomen, maar de Belgische overheid is niet van plan om wensouders en eventuele donorkinderen in te lichten hierover, omwille van de Belgische wetgeving rond anonimiteit van donoren. Ik sta er niet achter, anoniem doneren. Dus ik betreur dat het zo gelopen is. Ik vind dat de mensen een grondrecht, dat een kind gewoon weet waar hij vandaan komt of zij vandaan komt. Ik sta daar niet achter. Anders hadden ze wel anoniem gaan doneren als ik dat... Dus als het van u afhangt, mag die familie, mag dat kind wel verwittigd worden? Zeker, ja, graag. Ja. Lauke van den Driessen, jij hebt dit gesprek met hem gehad. Het valt op, hè. Hij heeft het over ondankbare ouders als mensen geschokt zijn over de aantallen, over dat hij eigenlijk liefdadigheid bedrijft, zal ik zeggen. Hij ziet werkelijk geen enkel probleem. Nee, het was in die zin ook wel best bevreemdend, want het oordeel van de rechter was heel duidelijk. Maar het is pas als je heel erg gaat aandringen van u heeft toch wel consequent gelogen tegen ouders, dat hij gaat zeggen van ja, dat liegen had ik niet mogen doen, maar het belang, de impact daarvan lijkt hij niet echt in te zien. Terwijl dat net, dat hoor ik toch uit gesprekken, dat lees ik ook bij andere getuigenissen, terwijl dat net heel cruciaal is. Niet alleen liegen ten opzichte van de wensouder die zich bedrogen voelt, maar vooral hoe die ouder zich dan verhoudt tot zijn kind, dat misschien nog te jong is om dat te begrijpen, maar die ouder heeft net bewust gekozen voor een gekende donor. En dan is dat nu zo'n lelijk verhaal om te moeten gaan vertellen. Dus daar zitten die wel mee in. En ook het gegeven van inteelt, de medische risico's, een vergroot risico op genetische defecten. Als twee van die halfbroers, halfzussen elkaar zouden tegenkomen en dat niet wetend kinderen zouden krijgen, dat minimaliseert hij ook. Want hij zegt, als ik gekend ben, dan weten die kinderen dat. Dan gaat dat niet gebeuren. Maar je weet natuurlijk niet hoe zo'n dingen lopen, ook als die later kinderen krijgen. Dus hij ziet daar niet echt een probleem, inderdaad. Ja. Nu, aan de andere kant kun je ook zeggen, hij was wel een uitkomst voor mensen in België die via een gekende donor wilden zwanger worden. Want een alternatief was er eigenlijk niet voor die mensen. Nee, in België werken we met geanonimiseerde donoren in spermabanken. En ja, heel veel wensouders willen dat tegenwoordig niet meer, omdat zij ook verhalen horen van donorkinderen die verwekt zijn door zo'n anonieme donor en die daar heel erg mee zitten, met existentiële vragen zitten daar rond. Dus net daarom willen ze gekende donor. Er bestaan wel fertiliteitscentra waar je zelf iemand kan aanbrengen, bijvoorbeeld een vriend of een kennis die bereid is om dat te doen. Maar heel wat vrouwen vinden die persoon niet en willen een kind en gaan dan bewust op zoek naar een gekende donor. Maar dan krijg je dit, inderdaad. Ja, internet, inderdaad. 35 dus in ons land, 550 in Nederland, daar is hij veroordeeld. Hij mag nu eigenlijk niet meer doneren, helemaal verboden. Maar hij doet het dan blijkbaar toch nog. Of hoe zit dat? Wel, in Nederland stond hij al in 2017 op een zwarte lijst van de ziekenhuizen daar. Maar de Nederlandse artsen hebben verder niemand daarover verwittigd. Hè. Vandaar dat hij kon verder doneren via Cryos en op die manier over de hele wereld is terechtgekomen. In Nederland is er wel een systeem van doneren wettelijk via informele weg. In België mag dat niet, mocht dat ook niet. Dus die 35 kinderen zijn er niet via een soort wettelijk systeem gekomen. En hij was ook al via Cryos geschrapt en ziekenhuizen in België zouden hem normaal gezien ook op geen enkele manier nog kunnen gebruiken. Als er stalen zijn, zouden die vernietigd zijn. Maar wat hij wel nog mag doen van de rechter, is als er gezinnen zijn die al een kind hebben van hem en daar nog een broertje of zusje bij willen en die wens nog altijd hebben vandaag, dan mag hij daar wel als donor optreden. Mm. En dat doet hij ook. Hij zei dat er op dit moment 7 vrouwen in verwachting zijn van hem. Dus hij is nog altijd donor. Ja. Zijn woorden. Officieel, zei je in de reportage, zijn hier 4 kinderen door hem verwekt. Mm. 4 inseminaties. Hoeveel kinderen daaruit zijn voortgekomen, dat weten ze bij het vak ook nog niet maar vandaag. Maar die kinderen, hoeveel het er ook zijn, die zullen nooit weten dus dat hij hun vader is.
Wel, en dat is het voor mij toch het wrangste aan de hele situatie. Want men heeft nu heel breed dat onderzoek gedaan. Dus de administraties hebben dat onderzocht, de ziekenhuizen hebben die informatie verschaft. Bij Krios weten ze het ook. De enigen die het nooit van hen zullen te weten komen, zijn de betrokkenen zelf. En dat is inderdaad iets heel vreemds. Dat is omdat wij inderdaad met die wetgeving zitten. Maar hij zegt net zelf dat hij daar niet op staat, op die anonimiteit. Dus hij stond in Krios als gekende donor. Het is geanonimiseerd in de Belgische ziekenhuizen die nu die informatie niet gaan doorspelen aan eventuele donorkinderen in kwestie omwille van Belgische wetgeving waar die donor eigenlijk niet achter staat. Ja. Ja. Lauke van den Driessen, dank voor de uitleg. Een ontmoeting van de oudste en van de grootste democratie. Zo zet de VS het bezoek van de Indiaanse premier Modi graag in de markt. Lang was Modi niet welkom in de VS vanwege zijn binnenlandse politiek, maar in een veranderende wereld lopen de belangen opeens opvallend gelijk. Inge Franke. Narendra Modi wordt hartelijk ontvangen door Joe en Jill Biden. Modi komt onder meer het congres toespreken voor de tweede keer en dat is opmerkelijk. In 2016 was hij er ook al. There can be no doubt that in advancing this relationship, both nations stand to gain. Nu is hij er weer. Gisteren leidde hij een grote yoga-sessie in New York. Modi is de leider van de conservatief-nationalistische Hindoe-partij. Hij is al 9 jaar lang premier van India, het land met het meest aantal inwoners ter wereld. En die bevolking is jong. Dat maakt van India een interessante economie. Waar India voor zijn wapens vroeger vooral naar Rusland trok, kijkt het land nu meer naar de VS, Israël en het Verenigd Koninkrijk. Defense is definitely a key component of this visit, in that it's looking like we're going to see the announcement of several major arms deals between the United States and India. One of the deals we can expect to be announced will be a series of armed US drones going over to India. Modi ontmoet verschillende grote zakenmensen, zo ook Elon Musk. Hij nodigt Musk uit naar India. Volgend jaar zal hij gaan. I am a fan of Modi, so I have to say that. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do. And we're just trying to figure out the right timing. De rode loper wordt uitgerold voor Modi. Het contrast is groot met 2005, toen Modi, toen ook al in de politiek, de Verenigde Staten helemaal niet binnen mocht. Dat had alles te maken met het zware geweld tegen moslims in de deelstaat Gujarat. Meer dan 1000 doden vielen daar en de vraag was of Modi als regionaal premier wel voldoende gedaan had om het geweld te stoppen. Modi werd vrijgesproken van verantwoordelijkheid, maar hij raakt dat duistere kantje niet kwijt. Vooral omdat er ook nu vaak openlijk discriminatie is tegen de moslimbevolking van India. Religieuze, politieke en persvrijheid staan onder druk. Biden laat niet na om dat in bedekte termen te zeggen. I look forward to discussing how we can strengthen our partnership and build a future together worthy of both our peoples. One grounded on democracy, human rights, freedom and rule of law. De ultieme reden voor het bezoek is misschien wel de positie van China. Beide landen voelen de hete adem en de toenemende invloed van China. Daar moeten ze elk op hun eigen manier mee omgaan. Samen waar het kan, alleen waar het moet. Davy Boerma, welkom. U bent Zuid-Azië-expert bij onze collega's van de NOS. Om met dat laatste te beginnen, is het feit dat ze een gemeenschappelijke vijand hebben, China, dat VS en India nu toenadering zoeken? Ja, dat is eigenlijk het voornaamste punt waarom ze nu bij elkaar zijn. De VS, naarmate de band met China steeds gespannener wordt, steeds moeilijker wordt, wil de VS gewoon zeker weten dat India aan de kant van Amerika is. Mm-hmm. En dat is natuurlijk nog wel lastig, omdat India dat niet zo hard uitspreekt. Nee, India staat heel erg op een neutrale positie, een onafhankelijke positie. Kunt u daar wat meer over zeggen? Onafhankelijk, neutraal ten opzichte van wie allemaal? Ja, gewoon een neutrale politiek voeren ze eigenlijk sinds ze onafhankelijkheid zijn geworden in
1947. Dat is gewoon historisch gezien de beste keuze geweest volgens India. Omdat ze niet een wereld voor zich zien waarin wereldmachten tegenover elkaar staan en waar zij een kant moeten kiezen. India kijkt heel erg naar het eigen perspectief. Dus willen ze tegelijk goedkope olie, kunstmest uit Rusland kunnen halen en naar Amerika kunnen kijken voor betere defensietechnologie. Ze willen niet afhankelijk zijn. Ja, maar kan dat? Want op dit moment natuurlijk wordt er heel erg kant gekozen in de wereld. Zijn die banden bijvoorbeeld met Rusland, die historisch gegroeid zijn, dan nog even sterk als vroeger? Nou, een probleem waar India tegenaan loopt is India is een van de grootste wapenimporteurs ter wereld. En veel van die wapens komen uit Rusland. Maar met de invasie van Oekraïne zijn die leveringen onder druk komen te staan. Zijn er materieel wat vervangen moet worden uit Rusland, komt niet meer. Dus is die afhankelijkheid van Rusland toch een beetje aan het tegenwerken en moeten ze dus een andere kant op kijken. Maar wat de bedoeling is van India is dat die afhankelijkheid niet verschuift van Rusland naar Amerika. India wil echt zelf meer gaan produceren, dus meer kennisoverdracht tussen beide landen. Aha, meer kennisoverdracht, maar dus ook tussen de VS en India dan? Ja, dat bedoel ik. Ja, de kennisoverdracht. Zodat ze zelf kunnen gaan produceren. Een van de dingen die buste een beetje rond was de productie van straalmotoren voor vliegtuigen. En dat is wel heel speciaal, want dat is iets wat India al tientallen jaren probeert te doen. Maar nog niet lukt. En hulp van Amerika zou essentieel zijn. Maar Amerika deelt die kennis eigenlijk helemaal niet zo makkelijk. Eigenlijk alleen met bondgenoten. Voor nu ziet India Amerika eigenlijk als een strategisch partner en wil Amerika juist heel graag dat India een bondgenoot is waarvan ze, zoals ik al zei, echt zeker weten dat ze in lijn vallen met Amerika zodra er het conflict met China verder oploopt. Ja. Maar het zou dus heel bijzonder zijn als ze die overeenkomst ook echt tekenen. Ja, blijkbaar is er toch sprake van een landmark agreement. Ze hebben kort geleden een korte persconferentie gehouden. Worden de defensiebanden aangehaald in elk geval. Nu, India was lang, of Modi, was lang persona non grata in de VS. Ja. Nu kan het dan wel. Hoe is dat kunnen veranderen, denk ik? Ja, het is heel apart eigenlijk. Hij wordt nu met alle egaars binnengehaald. En is een van de weinige mensen die twee keer het congres toespreekt. In een rijtje met Churchill en Mandela zelfs. Maar in 2005 was hij nog de enigste persoon die een visa gewijzigd kreeg, of geweigerd kreeg. Gebaseerd op het feit dat hij religieuze pluriformiteit tegenstond in India. En daarop was zijn visum toen gecanceld of niet afgegeven. Jaren later, in 2014, toen hij dus premier werd van India, ja, dan ligt het heel anders, want dan gaat het dus om de banden met India. En die zijn belangrijker voor de VS dan de persoon Modi. Ja, dan de persoon Modi en misschien mensenrechten en het democratische gehalte. Want er wordt altijd gezegd, India, grootste democratie ter wereld. Hoe democratisch is India? Nou, ik denk dat je kan zeggen dat de democratie aan het afglijden is in India. Dat als je het neutraal bekijkt, kan je dat zeggen omdat er verschillende onderzoeken zijn geweest, verschillende internationale lijstjes die toch zeggen van India glijdt af. En dat kan je zien bijvoorbeeld doordat aan het begin van het jaar de BBC-kantoren binnengevallen werden, puur omdat ze een documentaire hadden gemaakt waarin ze kritisch zijn over het handelen van Modi in die rellen in 2002 in Gujarat. Mm-hmm. En die documentaire werd uitgezonden in Groot-Brittannië, maar toch zat dat hem zo dwars dat de BBC daarop aangesproken werd. Ja. En in een heel lastig pakket zit nu in India. En ja, dat zegt wel iets over persvrijheid en over de manier waarop critici eigenlijk steeds minder ruimte hebben om hun kritiek te uiten in India. Ja, hij houdt de macht heel scherp in de hand. Wordt ook gezegd, verschuiving naar een eenpartijstaat, zou je dat ook zo lezen, die staat? Ik denk nog niet dat we zover zijn. Het gaat heel geleidelijk en het glijdt geleidelijk af, denk ik. Maar ik denk niet dat je kan ontkennen dat een hindoe-natie, zoals Modi dat voorziet, dat zijn doel is. Ja. Dat is wat hij graag ziet. Hij is nu in de VS. Welk belang heeft hij erbij? U schetst al het ruimere geopolitieke plaatje, maar hoe wordt hij onthaald in de VS? Ja, dat is wel interessant natuurlijk, want een van de grootste migrantengroepen of de diaspora, de Indiase diaspora in Amerika is ontzettend groot. Bijvoorbeeld, je hebt dus ook een afspraak die ze nu net gemaakt hebben, het speciale visum voor de high-skilled visum voor hoogopgeleide mensen. Dat gaan ze uitbreiden en gaan ze makkelijker maken voor Indiërs. Dat hebben ze net ook tijdens dit bezoek afgesproken. 70% van die visa
die worden al aan Indiërs afgegeven. Dus die groep is enorm groot en heeft heel veel belangrijke contactpunten. Bijvoorbeeld CEO's van Alphabet, van Adobe, van Microsoft, de leider van de Wereldbank. Het zijn allemaal Indiase migranten. Dus die steunen die hem dan ook? Voor over het algemeen wel. Het is toch een groep die eerder uit India is vertrokken, wat meer traditionele waarden vasthoudt, in Modi een leider ziet die betere ontwikkelingen in India teweeg brengt. En vooral ook de band met het buitenland versterkt. En dat is iets wat de diaspora graag ziet. Mm-hmm. Veel geld uit de diaspora gaat naar zijn partij toe. En veel steun dus. Oké. Okay. Helder. Dank je wel, Davy Boerema, voor die analyse. Dit was ter zake. Ik geef nog even mee dat de brokstukken die een paar uur geleden gevonden werden in de buurt van het wrak van de Titanic, volgens Britse media wel degelijk van de vermiste Titan afkomstig zouden zijn. Definitief uitsluitsel daarover krijgen we wellicht op een persconferentie van de Amerikaanse kustwacht, over een half uurtje. Onze collega's van Laat en vrtnieuws.be die volgen dat uiteraard allemaal op. Een hele mooie avond nog bij Canvas verder en heel graag tot morgen.